En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik iets anders dan dat ik normaal heb. Ik heb namelijk een soort mystery box besteld. Op Zalando hebben ze namelijk nu een nieuw concept. Ik weet eigenlijk niet eens of het nieuw is. Maar ik heb het nog niet eerder gezien. En toevallig zag ik al een paar weken geleden op YouTube al het een en ander voorbij komen. Dus ik dacht, dit ga ik ook doen. Ze hebben namelijk een online stylist. En daar kun jij vragen op beantwoorden. En dingen van jezelf. En je moet wat foto's toesturen. Zodat hun wel een beetje kunnen zien hoe jouw stijl is. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. En aan de hand daarvan maken hun eigenlijk outfitjes. En sturen ze je items op. En ja, zo ben je eigenlijk gestyled door een online stylist. Leek me helemaal leuk. Ik dacht, dit gaan we doen. Dus ben je benieuwd wat ik heb ontvangen? Blijf dan zeker even kijken. En doe alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Voor we gaan beginnen trouwens, wil ik nog even iets anders laten zien. Eigenlijk ook een ander pakketje. Omdat ik nu geen weefvlogs meer doe, dacht ik, ik laat het even in deze video zien. Ik heb namelijk nog wat items ontvangen, ik pak het even bij, van Swiss Clinic. En ik kende het helemaal niet en ik ben echt heel erg enthousiast. Ik zal even het verhaaltje kort maar krachtig vertellen. Voor de mensen die mij vaker kijken en dus mijn vlogs volgen, weten dat ik best wel moeilijk verkleur in mijn gezicht. En dat vind ik zo irritant, want eigenlijk word ik best wel snel, krijg ik wel een mooi kleurtje en ik hou daar echt van. Maar mijn gezicht die verkleurt nooit mee en dat is echt heel irritant en frustrerend. Dus ik heb sowieso die Bondi Sands zelfbruiner. Maar ze hebben mij dus benaderd van, goh, wil jij onze producten testen? Dus dat wou ik wel, want ik heb de Hydrating Self Tan Pads. Ja, dat zijn gewoon een soort watjes en dit kun je dan op je gezicht plaatsen en dan geeft het een bruine gloed af. Maar zo heb ik dus ook de Swiss Clinic Self Tan Drops ontvangen. En nog hun dagcreme. Dus die combinatie vind ik super chill. Die dagcreme kun je namelijk gewoon gebruiken in combinatie met die self-tan drops. En dan mix je het gewoon een beetje door die dagcreme heen. Dat heb ik tenminste gedaan. En dan krijg je echt super chill een bruine gloed. Wil je de before en after foto's zien? Check dan even mijn Instagram. Dat is @floordelver. Daar kun je wat meer zien. En ik zal even een linkje van hun website in de beschrijving doen. Jullie kunnen namelijk met de code FLOOR20 20% korting krijgen op alle producten van Swiss Clinic. Dus ook deze producten. En ja, ik zou zeggen, check even de beschrijving. Daarin ga ik het linken. En dan gaan we nu echt beginnen met de video. Degene die mij gesteld heeft, tenminste dat kwam eruit, is Rosa. En Rosa komt uit Amsterdam. Ik was daar best wel blij mee, want zij zag er heel erg kunstzinnig uit. En een beetje anders dan normaal ofzo. Maar ja, goed, wat is normaal? Maar ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Dus dat vond ik echt, dat ik dacht, oké, hier kan ik wel wat mee. Want ik hou echt niet van basic items eigenlijk. Ik hou wel van een beetje funky, een beetje speels, maar ook heel erg kleurrijk vooral. En natuurlijk, zwart en wit is altijd ook wel goed. Maar ik hou wel echt van kleurtjes. Dus ik was er wel blij mee. Dus ik had mijn maten doorgegeven. Ik heb alles doorgegeven wat moet. En nou, zodoende had zij een outfit iets voor mij uitgezocht. Ik heb nog niet gekeken, dus ik ben heel erg benieuwd. De doos ligt hier. En ja, hoe werkt het concept? Nou ja, goed, je kan gewoon dit ontvangen zonder dat je ervoor betaalt. Want ja, als je de helft niet mooi vindt, is dat een beetje zonde. Achteraf moet je dan betalen en de rest wat je niet leuk vindt, kun je gewoon retourneren. Het staat ook allemaal uitgelegd, je krijgt allemaal mailtjes, dus je bent best wel bij betrokken. Goed, ik ga mijn stijlkaart openen en daarin ga ik de outfitjes zien. Ik wil het nog niet zien, dus ik ga het uitpakken en dan kan ik aan de hand daarvan zien wat bij elkaar hoort. Misschien nog wat leuke handige informatie vooraf. Ik ben 1,69 meter. Normaal draag ik maat S, 36, broeken 36, tops ook 36. Soms maat M als ik wil dat het gewoon lekker oversized valt. En schoenen heb ik maat 39 en heel soms 40 als het klein valt. Oh my god, het past niet. Dit is de doos. Dit is toch... Het past niet eens op beeld zo groot. Kijk nou. Enig. Oké, we gaan het openmaken. Oh, wat leuk. Hier zit zo'n ding aan. Had ik helemaal niet gezien. Goed. Oh, ik ben echt heel benieuwd. Oh. Oké, niet heel tactisch. Dit kan ik niet zo goed laten zien. Er zitten schoenen bij. Oh, ik ben zo benieuwd. Hoe ga ik het doen? Ik ga gewoon alles openmaken. Allemaal los laten zien. En met de aanbeelden ga ik de outfitjes die zij dus bij elkaar heeft gesteld, ga ik dan aandoen. Super handig. Het zit gewoon bij elkaar verbonden. Zo van, dit is één outfitje, denk ik. Anders zit het toch niet aan elkaar zo
vast. Nou, ziet er in ieder geval heel erg leuk uit. We gaan het openmaken. Oké, ik heb de outfitjes hier even neergelegd. Het is de bedoeling dat het gele topje gesteld wordt met deze blauwe spijkerbroek. En hetzelfde geldt voor dit topje. Dan de witte flare met het witte of het zwarte hemdje. En dat leren jasje kan ik met deze combineren en met deze. En dan dus dit jurkje met deze schoenen. Of het gele jurkje met deze schoenen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik moet wel even goed scheuren. Want als het niet mooi is, wil ik het terug doen. Oh ja, oh, dit vind ik op zich wel heel erg leuk. Dit is een hemdje met zo'n waterval. Noem je dit? Ja, dit heet een waterval topje, zeg maar. Aan de bovenkant. En dit zijn van die touwtjes wat ik ook wel heel erg leuk vind. Dus eigenlijk vind ik dit nog best wel leuk. Ik ben benieuwd waar ze dit mee wilt combineren. Wow, oké. Okay. Alles in deze box in totaal is €606,59. Nou, ik ben niet helemaal van plan om dit allemaal te houden. Want dat is gewoon heel veel geld. Maar goed, oké. Okay. Deze top is van Weekday en is €19,95. Het is een maatje S. Dan een spijkerbroek. Oh, dit vind ik heel leuk. Ah, dit vind ik echt leuk. Dit is gewoon een blue denim spijkerbroek. En hij is heel erg donkerblauw. En dat heb ik eigenlijk nog niet echt. Maar wat ik zo leuk vind is dat hij straight fit heeft. Dus echt lekker groot en vooral een beetje los valt. Dus niet strak en ook niet een flare, maar echt los aan je benen. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Ik ben benieuwd hoe duur deze eigenlijk was. Het is echt wel leuk. Maar goed, dit zou ik dus niet zo snel doen met een zwart hemdje. Maar oké, ik ben benieuwd. Er zit nog meer in. Deze broek is van Shell of de Avens. Ik ken dat niet. En deze is €99,95. Oké, dat vind ik persoonlijk heel erg duur. Ik koop geen broek van €99,95. Persoonlijk hoor. Dus ja, dan moet die echt heel goed zitten. Wil ik deze houden. Maar ik denk niet dat ik dat doe. Want dan, ja, dan denk ik laat maar. Zo duur. Maar eerlijk, de kwaliteit voelt goed. Ziet er leuk uit. Dus ik ben benieuwd hoe dit straks staat. Dan iets van dit stofje. Kleurtje. Oh, dit is vet groot. Hoezo is dit zo groot? Oh nee, dit vind ik niks. Dit is echt heel groot. UK 10. Dat is toch maat 11 of zo? Maat 36. Oké. Okay. En hij kost €33,95. Nou, heel eerlijk, dit is niet echt mijn ding. Het is geel. Het valt op beeld trouwens best wel een beetje niet geel. Het is echt geel. Met pofmouwen, dat vind ik dan wel leuk. Maar het is een beetje modelloos topje. Ja, ik vind het gewoon een beetje modelloos nu ik het zo zie. Onderkant is ook heel wijd. En hij valt voor mijn gevoel echt vet groot. En dat vind ik met zulke topjes eigenlijk niet zo mooi. Met zo'n pofmouw als het allemaal zo groot valt. Maar oké, ik denk dat dat... Ik ga straks wel zien welke outfit bij wat hoort. En dan doe ik dat met de aanbeelden wel aan. Maar goed, deze. En deze was dus maat 36. Oké, maat 36. En hij komt van Unique 21. Ken ik ook niet. Ik ken wel een Unique, maar niet een Unique 21. Oké, dan het topje. En die vind ik echt helemaal niks. Kijk, ik kan hem natuurlijk ook een beetje speels maken door het in de broek te doen, maar dat maakt het ook niet beter. Dat dacht ik al wel. Ik ga er even weer bij zitten. Ik moet zeggen, de V-hals vind ik wel heel erg mooi, maar de rest vind ik een beetje oudbollig of zo. Nee, ik heb eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Dit vind ik niks. Oké, okay, nou komt er iets waar ik heel erg blij van word. Deze vind ik heel mooi. Ik hoop dat ik deze pas. Dit is een witte jeans. En dat is sowieso altijd goed. Maar wat ik zo mooi vind is dat hij dus een flare onderkant heeft. En dat wil ik al heel erg lang. Je hebt ook die van de Zara en zo. En deze is van de Topshop. Maatje 38. Oeh, oké. Okay. Ik heb normaal 36, dus ja, ik moet zeggen, hij ziet er ook best wel klein uit. Dus ik hoop dat ze gelijk heeft. Maatje 38 dus. En hij is €55. Vind ik op zich een prima prijs. Vind ik minder duur dan €99,95. Maar ja, hier ben ik heel blij mee. Deze vind ik heel leuk. Jongens, even een momentje voor dit outfitje. En voor de broek. Top hoor.
Ja, dit is de broek en hij past perfect. Deze raad ik iedereen aan. Als jij zo'n broek nog zocht, hoe duur was die ook weer? 55 euro. Nou, ik hou deze sowieso. Daar ben ik nu echt over uit. Want kijk, dit heb ik niet vaak. Let niet op mijn tenen. Hij past zeg maar precies. Ik sta er niet op en moet je nagaan als ik er schoenen onder heb, dat hij gewoon perfect zit qua lengte. Dus dat is sowieso echt top. Maar de stretch hiervan is echt bizar lekker. Het is echt een topbroek. Super fijn vind ik deze. Dus hier ben ik echt mega blij mee. Echt niet normaal. Dus deze wil ik sowieso houden. En dan heb ik dus dit topje. Deze raad ik aan om zonder BH te dragen. Want dat zie je gewoon met die bandjes. En dat is gewoon een beetje zonde. Ik ga er even bij zitten. Want hij heeft hier ook zo'n onderstofje tot hieronder. Dus dan zie je geen tape als het goed is. Dus dat vind ik dan wel weer heel erg mooi. Maar ik ben een beetje bang dat hij voor mij... Ik weet het niet zo goed met dit topje. Aan de ene kant vind ik het heel erg chic. Zo'n watervaltopje. En dan zonder BH bandjes zeg maar. Dan vind ik hem nog chiquer. Maar ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Ja, ik vind hem heel erg leuk eigenlijk. Maar ook wel weer heel saai. En om het dan toch te houden... Deze weet ik niet zo goed. Let me know wat jullie vinden. Want dan heb ik het waarschijnlijk nog niet teruggestuurd. Vinden jullie dat ik deze moet houden of wegdoen? Het is wel echt een heel fijn stofje. Een beetje zoals die Zara bodies die iedereen heeft. En hij heeft ook dus zo'n onderding wat Zara body ook heeft. Maar het is dus geen body, maar gewoon een hemdje met hier zo'n watervalding. Ik vind het aan de ene kant wel weer heel chic. Zonder BH bandjes. Dus ik denk dat ik hem wel hou. Maar let me know. De broek hou ik sowieso. De broek vind ik echt... top. Oh, oh wow, dit zou ik echt nooit dragen. Dan hier een shirtje van Levi's. En het kleurtje vind ik echt super leuk. Op beeld lijkt hij een beetje blauwig, maar het is echt mintgroen. Ja, en dan staat hier zo Levi's opgedrukt. Beetje geborduurd eigenlijk. Dus dit vind ik wel echt een leuk shirtje. Maar ik draag nooit Levi's of... Ja, ik draag nooit die shirtjes. Maar dit kleurtje vind ik heel erg leuk. En volgens mij valt hij ook wel wat groter. Dus dat vind ik ook leuk. En het is ook niet echt een wit opdrukje, maar een beetje nude. Dus dat vind ik ook wel leuk. Ik hoop dat die mouwen wat langer vallen, want dat vind ik ook wel leuk. Wauw, enig. Deze is in een maatje S. En deze kost... Even koekeloeren. Deze kost 34,95. Dan dit outfitje. En laten we beginnen met de broek. De broek zit super fijn. Hij zit echt lekker hoog. Hier zit mijn navel, dus hij zit lekker hoog. Maar wat ik heel storend vind, is, ik denk dat je het wel ziet, de rechterpijp is korter dan de linkerpijp. Ik heb hem echt wel recht aan, dus dat vind ik heel storend. Plus hij valt echt wel aan de hoge kant. Ik vind het mooi als hij iets lager valt, want hij valt nu boven mijn enkel. Dus ja, ik vind hem denk ik qua lengte net niet mooi genoeg. Dus dat vind ik heel erg jammer en hij is natuurlijk heel prijzig. Dus als hij gewoon perfect zat voor mijn gevoel... Had ik het wel gehouden, want hij zit super fijn. En de achterkant trouwens ook. Heel fijn. Maar goed, die lengte, die klopt niet helemaal. Dus ja, ik denk dat ik deze niet ga houden. Maar het topje daarentegen is dus van Levi's. En deze vind ik wel weer heel erg leuk. Dus ik denk dat ik het topje wel hou. Misschien dat je zo het kleurtje nog iets beter ziet. Ik denk dat je dit allemaal met die broeken kunt combineren. Dat dat dus eigenlijk allemaal als één outfitje kan. Gecombineerd. En dat dit weer het nieuwe setje is. Tot nu toe ben ik eigenlijk nog best wel enthousiast. Ik vind alleen het gele topje echt helemaal niks. Maar voor de rest vind ik eigenlijk alles nog leuk. Dus, oké. Okay. Ik ben verrast. Heel erg geels komen nu. Oké, okay, ik hou van kleur, dus niet... Dat heb ik ook aangegeven, maar... Geel, veel geel. Even kijken, wat is dit? Het voelt als een regenjas. Maar dat is het niet. Wat is dit? Oké. Okay. Heftig. Deze vind ik heftig. Ik denk dat het best wel vet kan zijn, maar ik weet het niet zo goed. Dit is een fel... Oh, op beeld lijkt het trouwens heel leuk pastelgeel. In het echt is die kanariegeel. Geloof mij, hij is echt kanariegeel. Een jurkje. Dit moet ik aanzien. Hij heeft heel mooie ballonmouwen. Dat vind ik wel echt super tof. En dan heeft hij hier nog een knoopje. Dat vind ik ook leuk. Oh, op beeld is die echt heel leuk. Is die pastelgeel. Maar hij is echt kanariegeel. Nou ja, en dan heeft het... Hier nog een band die je om de middel kan strikken. Ik denk dat je dit wel leuk aan kunt stylen. Dus dit moet je even aanzien. Deze is van Guestouche. Ik ken het niet. Dit.
En het is een maatje 36. Kijk, hier staat hij op zich wel heel erg leuk. Hij is 71,95, maar er zit 40% korting op. Normaal gesproken was die 120 euro. Zo, doe maar duur. Volgende item is iets met een nude kleurtje. Vind ik altijd erg leuk. Ik denk dat dit ook een jurkje is. Ja, ook deze vind ik denk ik wel leuk. Oh, ook wel heftig. Maar ook wel weer heel leuk. Dit is een jurkje met vet grote ballonmouwen. Echt heel erg groot. Of pofmouwen. In het kort. En ja, ik moet even, dit moet je ook weer aanzien. Band erbij. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Deze is 34,95 en is van NL Grieks Ei by Nelly, maat 36. Deze heeft ook 30% korting, dus normaal gesproken was die 50 euro. Ik weet niet of ik hem heel degelijk vind vallen. Maar goed, we gaan het straks aandoen. Goed, dan heb ik nog de doos en hier ben ik wel heel benieuwd naar. Wow! 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 Beetje overbelicht. Dit zijn de schoenen. Deze vind ik vrij heftig. Ik heb natuurlijk aangegeven dat ik hou van kleur, maar dit is wel veel, veel kleur. Dus misschien niet heel tactisch. Dit is ook roze. Wat voor merk is dit? Air 70. Oh, dit is Nike. Nike. Oké. Okay. Heftig. Ik vraag me af bij welk outfitje deze zij ziet, want hier zit ook geen geel in. Wel een beetje dat nude kleurtje. Maar goed, dit zijn de schoenen. Ik weet niet of ik daar heel blij van word. Maar we gaan kijken. Deze waren €95,95. En ze hadden 40% korting. Dus normaal gesproken waren ze €160. Vind ik niet heel duur. €95,95 voor schoenen. Het zijn de Air Max 270 React. Maat 39. Moet passen. Maar ik weet niet of ik het heel leuk vind. Vandaag is het trouwens vet grauw buiten. Dus ik probeer het zo goed mogelijk te laten zien. Dus hier staat heel lelijk de lamp. Maar anders zie je het gewoon niet goed. Dit jurkje. Op zich, ik vind het wel leuk. Maar ook weer niet. Ik vind het heel lastig. Ik hou wel echt van dat. Gewoon van zulke jurkjes met een pofmouw. En aan de ene kant is het stofje heel fijn, want hij is heel zacht. Maar aan de andere kant is het stofje ook heel kreukelachtig. Maar op beeld lijkt het dus heel pastelgeel. Maar het is zo kanariegeel als het maar kan. Samen met de schoenen vind ik het ook niet zo'n combi of zo. Want er zit geen geel in de schoenen. Dus het is gewoon één groot kleurverstijn. Ja, ik weet het niet. Ik voel hem niet zo. Dus nee. Heel jammer, want ik denk wel dat deze heel stoer kon zijn. Maar nee, het is hem voor mij net niet. Ik voel hem niet zo. En vooral de combi, kijk. Deze schoenen, let trouwens niet op de rommel, met het chique jurkje. Ik voel het niet zo. Dus de schoenen vind ik eigenlijk niks. Ik snap dat ze dat nude hier doorvoert in het jurkje. Maar ik weet het niet. Het is ook een beetje zo'n kreukelstofje, dus die moet je dan strijken als je hem aan wilt doen. Dus ik denk niet dat dit het wat wordt. Een leerjasje met een hanger. Dat vind ik wel heel netjes weer. Dit is dus een vet mooi leerjasje wel. Kijk. Gewoon zilveren details. Hij ruikt ook echt naar leer. Dus ik denk dat dit echt leer is. En best wel duur is. Maar goed. Op zich investeringen zijn altijd goed. Ja, het is gewoon een zwart leerjasje. Best wel leuk. Maar ik draag het niet zeg maar normaal. Ik zou het dan dragen in de zomer als het warm is. Gewoon als avondjasje zeg maar. Deze had 20% korting en is dus €159,95. En normaal gesproken was die €200. Het is maat 36. Ik ben benieuwd. Ik ga nu de outfitjes aantrekken die ze bij elkaar heeft gesteld. En ik hoop dat het wat is. Dan hoort hier dus nog het leren jasje bij. En eerlijk vind ik het echt heel erg leuk. Maar als ik zo doe zit die echt wel te strak aan de achterkant. Maar aan de andere kant vind ik ook niet dat leren jasjes heel groot moeten zijn. Dus ik twijfel wel een beetje. Maar ik denk niet dat ik het doe. Want ik denk dus niet dat ik het heel vaak ga pakken. Want ik heb al een leerjasje. Dus dan denk ik dat ik deze of die ander niet zoveel ga pakken. En dat vind ik dan zonde. Ik vind het wel heel mooi dat hij dus van die gespen heeft. Dat maakt het wat af. Het is echt een mooi leerjasje. Ook je voelt gewoon de kwaliteit. Dat is super vet.
Nou ja, met dit outfitje zou ik hem, weet ik niet of ik het zo snel zou dragen. Met dit hemdje vind ik het wel weer heel erg leuk. Dus hier twijfel ik ook over. Maar ik denk niet dat ik het ga doen gezien de prijs. En kijk, als ik nog geen leerjasje had, dan had ik het wel gedaan. Maar ik heb er al een, dus dan vind ik het een beetje een zonde. Ja, als jij nog een leerjasje zoekt, raad ik deze echt wel aan. Want hij zit mega lekker. Lekker fijn stofje. En hij is ook echt super mooi. Maar ik denk dus zelf dat ik het niet ga doen, omdat ik er al een heb. Nou, dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jullie het licht niet heel storend vonden. Het is echt zo grauw. Ik kan er echt helemaal niks mee. Ik heb wel mijn ringlamp aan, maar dat maakt het ook een beetje hard, de belichting. Maar goed, hè, er zijn wel erge problemen. Ik ben echt te spreken over dit concept. Ik vind het heel erg leuk. Je gaat toch items aantrekken wat je zelf misschien niet zo snel zou doen. Dus dat maakt het eigenlijk alleen maar leuk. En ik had trouwens aangegeven... Want je kan kiezen voor welke gelegenheid jij de outfitjes wil. En ik had vrije tijd. Dus daarin is ze echt heel erg goed geslaagd. Dus ja, Rosa, ik raad haar zeker aan. In ieder geval bij mijn stijl vind ik echt dat ze het goed gedaan heeft. Helaas was niet helemaal alles mijn ding. Of vond ik het net niet mooi staan. Maar de items die ik heb gehouden vind ik echt oprecht heel erg leuk. Dus ja, ik ben eigenlijk best wel verrast. Ik had het niet verwacht. Check nog even de linkjes van Swiss Clinic in de, beschrijving. En kijk anders even op mijn Instagram voor dus de before en after. Op Zalando, deze box kun je gewoon op Zalando of Zalon bestellen. Ik zou dat anders ook wel even in de beschrijving linken. Dus ja, check dat even allemaal. Staat in de beschrijving. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie tot de volgende video weer. Bye! Bye!